Hallo allemaal, ik ben Natasha. Sommigen van jullie zullen het misschien al doorhebben, maar ik heb heel erg veel onrust in mezelf, chaos. Ik ben een heel erg zenuwachtige persoon. Maar ik weet ook als ik verder wil op mijn spirituele pad, dat ik meer rust in mezelf mag ontwikkelen. Meer stabiliteit, meer aarding. Ja, meer in het nu, in het hier en nu leven. En een tijdje terug was ik op een spirituele webshop aan het kijken. En ik werd heel erg geroepen door deze prachtige drakenskill. En ja, ik volgde mijn gevoel en ik bestelde deze prachtige drakenskill. Nu, gisteravond was ik me daar aan het afstemmen op deze prachtige drakenskul. En als ik deze dus in mijn handen hou, dan voel ik heel erg aarding. Deze prachtige skul is heel erg verbonden met element aarde. En ik word daar heel erg rustig van als ik mij daarop afstem. Dus het is een heel erg goede helper om rust in mezelf te vinden. En ik was toch wel heel erg benieuwd naar de kristallen, waar de kristallen goed voor werken, die gemaakt zijn van deze skul. En dat zijn de kristalsoorten labradoriet en tourmaline. En ik was aan het opzoeken wat de eigenschappen dus zijn van deze kristalsoorten. Ik heb het ook even opgeschreven. Zwarte tourmaline helpt heel erg met doorzettingskracht, zelfvertrouwen ontwikkelen. Beschermt tegen slechte invloeden, helpt faalangst overwinnen, helpt goed tegen zenuwachtigheid en helpt je goed te verbinden met het basischakra. Helpt je heel erg goed aarden. Eigenlijk alles wat ik nodig heb. En labradoriet helpt heel erg goed tegen, is heel erg beschermend. Beschermt het energieveld tegen negatieve invloeden. De steen vermindert angst en geeft kracht, geeft zelfvertrouwen en ook nog eens doorzettingsvermogen. Het versterkt de intuïtie en spirituele gaven. Het helpt creativiteit ontwikkelen. Ik vind dat heel erg bijzonder, want dat zijn allemaal eigenschappen die ik echt nodig heb in mezelf, die ik heel graag wil ontwikkelen in mezelf. En ja, dat dan juist dat deze twee prachtige kristallen in deze skull zitten. Is toch wel duidelijk dat deze skul mij heel erg gaat helpen om goed te kunnen aarden, om rust in mezelf te vinden, om angsten te overwinnen. En gisteravond kwam ik er ook nog achter dat hier een prachtige energetisch, een zwarte draak is verbonden aan deze skul. En hierbij voelde ik ook weer diezelfde eigenschappen doorkomen. Heel erg beschermend. Helpt heel erg met het aarden. Beschermt mij tegen negatieve invloeden. Geeft rust in mezelf. En hij gaf ook aan dat ik deze energetische draak ook ken uit vorige levens. Dus ja, ik ben heel erg blij dat die op mijn pad is gekomen. En kijk daar ook heel erg naar uit om ermee te gaan samenwerken. En ja, dan de bedoeling is natuurlijk heel veel rust in mezelf te ontwikkelen. En zo kan ik dan ook natuurlijk verder op mijn spirituele pad. Dat wou ik nog even graag delen met jullie. Heel erg veel liefs van mij.